Dat zijn mijn ouders, hè. En, Allah is mahli naar mijn walidin. De mensen die... misschien ook deze tijd even, de tijd waarin we nu... Het is een rot tijd. Dat ik ze weinig kan zien, dat ik ze niet kan knuffelen. Dat, dat ze oud worden, dat ze eenzaam zijn. Nee. Kan je voor mij... Oh, shit. Ja, is goed. Friet erbij of zo ook niet? Nee, doe alleen maar... Ja, doe eigenlijk maar wel. Maar een klein beetje, niet zoveel. Met een beetje mayonaise. Oké. Okay. Hé, hey, maar even... Wow. Even Serena en jou. Ja? Kijk, je kan natuurlijk niet altijd filmen. Ik weet niet wat jouw plannen zijn. Zo kan het bijvoorbeeld wel, maar als mijn baas er is of zo, dan... Ja, dan moet je het beter eerst even vragen of zo. Ja, dat zal ik wel doen. Ik ga wel even met hem over praten. Ja? Crazy. Dat acteren heeft me altijd bezig gehouden. Wilde ik altijd heel graag doen. En het is ook altijd op mijn pad gekomen. En dit was mijn eerste televisieding. Jeetje, ik zie echt een... Ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik vind het ook zo moeilijk. Want ik zie ook een jongen die nog zo... dit is zo... Waar ben ik in beland? Bang, onzeker, super mager. Ik ben echt een skelet. Niet normaal. Ja, maar het is gewoon 2004 of 2003 of zo uit mijn hoofd. Dus we hebben het over 20 jaar geleden. En toen begon het. Ik ben niet opgegroeid met dat de toneelscholen zijn. En weet je wel, dat kende ik helemaal niet. Ik was ook mijn witte vrienden, zeg maar, die graag wilden acteren... die waren misschien wel bewust dat er een toneelschool was. Maar ook vanuit thuis, ook zij, tegen hen werd gezegd... je gaat gewoon een echt vak kiezen. Nou ja, ik wilde gewoon acteren, maar oké, dat kon niet. Toen heb ik maar voor een echt vak gekozen. En dat was commerciële economie. Omdat mijn zus commerciële economie had gestudeerd. Dus ben ik in Breda gaan studeren. En daar ben ik na een half jaar maar mee gestopt. Om twee redenen. Eén daarvan is omdat ik gewoon niet op mijn plek zat daar. Maar de andere is misschien wel de belangrijkste reden. En dat is omdat ik toen ik bezig was met mijn introductieweek... die eerste week van school, die zaterdag... want dat vergeet ik nooit meer. Kreeg ik een belletje van een van mijn beste vrienden... dat een vriend van ons was overleden. Tom Franke. En Tom heeft sowieso sindsdien altijd een plek in mijn hart gekregen. Maar Tom was een jongen die in mijn ogen, als ik terugkijk naar hoe hij in het leven stond... was zo vol in het leven en genieten en doen wat hij het liefste wilde doen. En eigenlijk al heel goed wist wat hij wilde met zijn leven, wat hij wilde studeren. En hij werd uit het niets, uit het leven gerukt gewoon. Hij werd van achteren geschept en overleed op straat. En ik kan me dat belletje nog heel te herinneren... dat mijn vriend Erik, die belde me en zei... Tom is verongelukt. Ik wist wat verongeluk betekent. Want verongeluk betekent dat je er gewoon niet meer bent. Maar toch vroeg ik aan hem, omdat ik het niet kon geloven... maar hoe is het nu met hem? Nee, hij is dood. En dat heeft zo'n impact gehad. Dat ik nog steeds... Dat ik sowieso dat jaar... dat ik begon dus net met studeren, dat ik dacht... dat ik gewoon merkte, oké, dit is het niet. Heeft misschien wel mijn belangrijkste les ooit gegeven. En dat is, haal alles uit je leven. Doe wat je het liefste wil doen. En zo kwam ik bij die audities voor de toneelschool in Utrecht... En daar ben ik helaas afgewezen. Dus ik moest toch een echt vak kiezen. En dat werd bedrijfseconomie in Rotterdam. Maar ja, ook tijdens die opleiding kreeg ik gewoon te maken met acteren. Omdat ik die gele flyer in mijn hand gedrukt kreeg van Theatergroep Rotjong. Wat stond voor Rotterdamse jongeren. Dus toen ik eenmaal begon aan bedrijfseconomie, toen heb ik dat ook afgemaakt.
Heb ik wel 7 jaar over gedaan. Maar in die 7 jaar heb ik ook keihard gewerkt aan, aan dat vak acteren, wat dat dan is. Oh. Hi, Alan. Hey. Lekker noeken aan de koeken. Voorzichtig uit. Kogmi. Hashish. Is goed. Zet eens even een naai dan op bak. Vader deed, moeder deed, alles deed. Is het goed, het was een acte, hè? Je parle français? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Un, deux, trois, encore une fois. Hey, koop gewoon iets of laat hem het rust. Wauw. Rabat. Daar waar je denkt dat iets onmogelijk is, dat het mogelijk is. Want deze film had eigenlijk helemaal niet gemaakt kunnen worden. Geen budget. We hadden een droom, we hadden een plan, we hadden een idee, we hadden een script. We hadden acteurs, we hadden mensen die mee wilden in dat avontuur. En we zijn gewoon gegaan, we hebben het gewoon gedaan. Ook bij deze film moet ik toch ook denken aan de reis naar Al Jazeera in de auto. Ik, Achie en Marwan. Waarbij Marwan omkijkt en tegen me zegt... Nas, wat de fuck ben je aan het doen, man? We zijn nu al halverwege en je bent alleen maar bezig met... Het gaat niet goed en je bang dat het niet goed is en dit en dat. En kijk nou eens om je heen, man. Kijk wat we aan het doen zijn. We zijn gewoon een fucking film aan het maken. Geniet van dit moment en laat al het andere. We zien wel wat eruit komt, maar geniet van dit moment. Ja, dat zijn zulke belangrijke woorden geweest. En die heb ik ook altijd weer meegenomen, zeg maar, in volgende projecten. Want dat was namelijk echt zo. Ik voelde gewoon ook een enorme verantwoordelijkheid. Ik voelde een enorme druk. Het was gewoon je eerste hoofdrol in de film. En ook nog eens zo'n belangrijke film. Film waarbij je jongens ziet met een migratieachtergrond... waarbij het geen karikaturen zijn, het zijn gewoon echte mensen. En waarom is het zo belangrijk om je roots daarin mee te nemen? Vooral ook in de tijd waarin we nu leven, waarbij identiteit... waarbij ook zo geschopt wordt tegen identiteit, tegen delen van wie je bent... je heel sterk moet staan in je schoenen. En vind ik in ieder geval, om sterk te staan in je schoenen... moet je je geschiedenis kennen, moet je je roots kennen... moet je weten waar je vandaan komt. En dat is ook de reden waarom ik voorstellingen maak over mijn moeder, over mijn vader. Ik bedoel, dat zijn belangrijke personen in die voorstelling. Maar in die end gaat het vooral over dat geschiedenisverhaal. Ja, ik ben altijd al op zoek geweest naar antwoorden op de vraag... wie ben ik? Geboren en getogen in Steenbergen, een klein stadje in Brabant. Waarbij wij altijd een van de weinige gezinnen waren, Marokkaanse gezinnen waren. Ik sprak ook nog een andere taal. Ik merkte het heel erg en dat was al een beetje pijnlijk. Omdat we het gewoon niet zo breed hadden. Dus dat werd vaak tegen me gebruikt. En dan zag ik kinderen met gewoon toffe speelgoed. En dan het eerste wat dan tegen me gezegd werd, was maar dat kun je niet betalen. Nou is armoede natuurlijk iets wat niet echt met de culturele achtergrond te maken heeft. Maar ja, dat koppelde ik toch altijd wel aan mijn ouders. Aan dat ze natuurlijk uit Marokko kwamen, dat ze in Nederland terecht zijn gekomen. En 4 kinderen, niet breed. Het is echt de buitenwereld, die liet vaak aan mij zien... van jullie hebben niet zoveel geld. Maar als ik terugkijk op mijn leven... op de manier zoals mijn ouders me hebben opgevoed... was dat absoluut niet aan de orde. Dan voel ik weer heel veel rijkdom wat ze mij hebben gegeven. Dat wat heel vaak gezegd werd in een ruzie. Als ik ruzie had met iemand, dan werd er vaak gezegd... ga toch terug naar je eigen land... Gewoon als kind, en als je daarover nadenkt, dat al op de basisschool gebeurde. Als op zo'n jonge leeftijd te maken krijgen met dat gevoel dat je anders bent, zeg maar. Tegelijkertijd was het ook weer zo dat ik op latere leeftijd... dus als jongere, als 17, 18-jarige, kreeg ik weer te horen van mijn witte vrienden... van ja, nee, maar jij bent anders, jij bent net als ons. Je wordt zo alle kanten opgetrokken of zo. En dan moet je maar je weg in zien te vinden en je plek en Wat betekent dat eigenlijk als ze zoiets zeggen? Want dat betekent eigenlijk best wel veel. En waarom ben ik net als jullie? Omdat ik me gedraag of zo? Dus als ik me niet zou gedragen, zou ik dan zijn zoals zij? Ja, ik heb me altijd wel verdiept in onrecht, zeg maar. Het is iets van alle tijd. En het is grappig, want je vroeg mij of ik iets van een rapport of zo mee kon nemen... En dat heb ik gevraagd aan mijn moeder of ze nog iets had. En toen kwam ze met dit pakketje. En er zitten een aantal rapporten in. Maar er zaten ook gewoon 2 spreekbeurten in. Dit is dus een spreekbeurt van 2H1. Dat is 2 HAVO.
Dus dan was ik 14 of zo. En toen heb ik mijn spreekbeurt gedaan over rassenhaat. Ik doe mijn spreekbeurt over rassenhaat. In Nederland zwijgen we de Centrum Democraten van Janmaat dood. Kennen jullie Janmaat nog? Nou, dat was in die tijd was het een hele rechtse man. Maar als je kijkt naar wat hij toen zei, dan is het bijna links, zeg maar, in vergelijking met wat de extreemrechtse mensen nu zeggen. Maar voetbalsupporters brengen openlijk de fascistische groet, maken sissende gasgeluiden om nog eens duidelijk te maken wat er met Joden moet gebeuren. Of smijten met bananen als Stanley Menzo of een andere donkere speler het veld betreedt. Dit is een spreekbeurt uit 19... Ja, ik was 14, dat betekent 18 jaar geleden. Hè? 18? Klopt dat? Wacht even hoor. Nee. 28 jaar geleden. Ik ben 42, oh mijn god. 28 jaar geleden. En deze onderwerpen zijn nu belangrijker dan ooit. En als je daar even bij stilstaat, hè? Nog niet zo lang geleden is dit ook gebeurd met een voetballer op het veld. Snap je? Het is nog niet eens zo lang geleden dat dit gebeurd is met de voetballer op het veld, inderdaad. En, maar wat, hoe sta jij daar dan in? 28 jaar geleden kaart jij dit al aan in een klas. Ja. En het gebeurt nog steeds. Ja. Heb je het gevoel dat je dan nog bent vooruitgekomen? Poef, jeetje, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een heel lang proces is. Het is een proces wat niet over tientallen jaren gaat. Het is een proces wat over generaties gaat. En ik merk heel erg, met name het afgelopen jaar... is daar een heel goed voorbeeld voor dat er een generatie opstaat... Die niet meer zwijgt, die niet meer over zich heen laat lopen... die zijn stem laat horen, die de straat op gaat... We hebben de Black Lives Matter-demonstraties gezien. Die vond ik echt super inspirerend en leerzaam. Ik ben tweede generatie. Ik ben nog eigenlijk van de generatie... tenminste, als ik over mezelf spreek in ieder geval... ik ben heel erg opgevoed met een enorme mate van nederigheid. En dat komt volgens mij heel erg voort uit het feit... dat mijn ouders hier als gast naartoe zijn gekomen, gastarbeiders... met de gedachte, we gaan terug, we gaan ooit nog terug... Dus hou je gedijst, weet je wel. Wees nederig. Als je als gast ergens bent, dan stel je je toch anders op. Ik ben nu 42. Ik merk dat dat gegeven in mijn vezels zit. Maar ik ben geen gast. Nederland is mijn land. En ik wil vechten voor mijn plek. En mezelf uitspreken hoort daarbij. Ik ben hier ook een buitenlander. Nasreddin. Ja, papa. Jij hoort hier. Maak het hier goed voor jou en je kinderen. En nu drinken we thee. Kom. Niet te alles. Herken je jezelf terug? Niet 100%, maar erg veel. Wat ik... emotioneerde. Ja. Hoe is het om dit weer terug te zien? Geëmotioneerde papa. Ja, ook wel gemeen van jullie, hoor. Dat je dit aanhaalt. Ja, dat zijn mijn ouders, hè. Allah ismah lina min walidin. Mensen die... Wat raakt je? Ja, hen. Misschien ook deze tijd even. De tijd waarin we nu... Het is een rottijd. Dat ik ze weinig kan zien. Dat ik ze niet kan knuffelen. Dat ze oud worden. Dat ze eenzaam zijn. Dat ze hun plek verloren zijn. Dat ze, weet je wel, niet, Nederland niet geworteld. Maar ook als ze in Marokko zijn, dan voelen ze zich ook niet op hun plek. Terwijl dit toch de generatie is... die we never, never mogen vergeten. Want je probeert ze ook in leven te houden door je werk. Ja, het is niet voor niks dat ik voorstellingen over hem maak. Ja, dit was dan uit voorstelling Dead.
Waarbij ik het verhaal van mijn vader heb verteld. Maar vooral gaat over mij. Ik stel mezelf de vraag, is Nederland wel het land waar ik mijn kind wil opvoeden? Nou, en eigenlijk door de verhalen waar hij mee komt, haal ik daar lering uit en kom ik op antwoorden. En ik speel mijn vader ook in die voorstelling. Ik speel altijd gewoon alle personages. En het was heel grappig dat toen ik hem vroeg, en hoe vond je dat ik je speelde, dat hij dan zo een beetje kritisch. Dat is wel typisch mijn vader. Maar ja, mijn vader en moeder, ik ben gewoon dankbaar dat ze er nog zijn, weet je. Dat ze mijn kinderen zien opgroeien. Dat ze mee kunnen genieten van wat ik doe. Dat ze altijd in de zaal zitten. En dat ze echt wel trots zijn. Heb je daar ooit aan getwijfeld? Nee. Nee, gelukkig niet. Want wat zou je graag willen doorgeven aan je eigen kinderen, wat jouw ouders jou hebben meegegeven? Dat dit mag. Kwetsbaarheid tonen. Dat het helemaal niet erg is. Jezus, een beetje potje aan het janken hier, jongen. Dat ze vooral hun eigen leven moeten gaan leiden. Dat ze zichzelf moeten mogen uitzoeken wie ze zijn. Ja, en trots zijn op wie ze zijn. Dat. Niet bang om fouten te maken. Ze gaan maar op je bek. Dat is alleen maar goed. Zo heb ik dit ook geleerd, dit vak. En het vak is nog steeds vallen en opstaan. Op je bek gaan. Gewoon het leven zien als een avontuur. Dat vooral. En niet als een obstakel. Het is gewoon genieten van elk moment. Maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Dit fragment precies, of nou ja, precies, bijna 10 jaar geleden. September is het 10 jaar geleden. Dit was een speech bij het winnen van het Gouden Kalf voor de beste acteur van mijn rol in de film Rabat. Ja, als ik daar aan terug denk, hoe heb ik dit toch kunnen doen, hè? Op zo'n podium. Daar zit ook een soort naïviteit in. Als ik erover na had gedacht, dan had ik dit nooit durven zeggen. Maar het was echt op dat moment, alles kwam gewoon samen. En waar moesten ze bang voor zijn? Oh, die wees maar fucking bang. Daar heeft nog nooit iemand iets over gezegd. Nou ja, wees maar bang, weet je wel. Kijk, we doen ons ding. Je kan ons niet klein maken. Ik in ieder geval doe mijn ding. Ik wil niet over iedereen praten, maar... goed, ik zie het wel om me heen gebeuren. Dat project bestond ook uit heel veel mensen met een migratieachtergrond. Durf grote dromen en... Laat je niet gek maken door alle stempels die je op je gedrukt krijgt... door dat soort gekke politici die gewoon nog steeds een stem hebben... Waar veel mensen naar luisteren. En wees trots op wie je bent, gewoon. In hoeverre heeft het jouw strijd veranderd? Ben je hem anders gaan voeren? Of is die krachtiger geworden? Het is juist krachtiger geworden, ja. Ja, het is juist daardoor merkte ik helemaal... Wauw, ik heb gewoon een stem. Gewoon een stem wat impact heeft, waar mensen naar luisteren. En die stem moet ik gewoon gebruiken. Nou, ik heb hierna natuurlijk nog een aantal speeches gedaan. Ik heb de vrijheidslezing mogen doen. Ik heb de Martin Luther King speech gedaan. Natuurlijk voor iedereen. De parade van iedereen, waarbij we met 10.000 mensen zijn gaan lopen... van de Bijlmer naar Museumplein. Om de diversiteit te vieren. Van mijn spreekbeurt vanaf de middelbare school... naar dat podium in Utrecht. Naar de speech tijdens De Wereld Draait Door... Ja, dat speech is wel onderdeel geworden van mijn leven ook of zo. Gebruik je stem. Mag daar soms ook onzekerheid bij komen? Onzekerheid is mijn middle name. Onzekerheid is helemaal niks, daar is niks fout aan. Je leven laat leiden door onzekerheid, dat wordt lastig. En onzeker zijn heeft ook te maken met twijfels. Met dat je na gaat denken over wat goed en wat slecht is. En gaat nadenken over
waar je staat en wat je wil. En... Ja, moet ik nu wel mijn mond open doen of moet ik hem niet open doen? Ja, ja, nou ja, goed. En ik hoop dat op de momenten dat het ertoe doet... dat je ondanks je onzekerheid toch je mond gewoon open doet.